Ik mag namens jullie allen iemand bedanken die vanochtend vroeg het voorzittershamertje heeft doorgegeven aan onze nieuwe partijvoorzitter. En ik wil heel graag vragen, en vergezeld van een mooi applaus, Letty Demmers. Letty, je was 3 jaar onze voorzitter in een natuurlijk altijd enerverende periode. Periode waarin we kabinetsdeelname hebben gekregen. Je hebt voor, achter de schermen, heb jij mensen bij elkaar gebracht. Je hebt mensen verenigd binnen de partij. En wat kun je beter hebben als een voorzitter van een vereniging die mensen verenigt. Ik wil je ontzettend bedanken namens alle leden van de partij voor de enorme inzet die je voor en achter de schermen hebt gepleegd. Je hebt de weg gewezen, je hebt mensen aangemoedigd. Je hebt af en toe, moest je ook streng zijn als een politievrouw. Daar heb je goede ervaringen mee als voormalig politiechef van de mooiste Delta-provincie van Nederland. Letty, ik wil jou namens alle leden ontzettend bedanken. En ik geef, voordat jullie applaudisseren, wil ik Letty graag vragen of ze nog willen reageren op 2 vragen die ik stel. Wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt in die 3 jaar als partijvoorzitter? En wat geef je ons mee, Letty? Nou, wat het mooiste is meegemaakt is eigenlijk wel dit. Hier zie je dat als we praten over de interne democratie en de democratie zoals we dat als D66 willen, dat dat hier een voorbeeld van is. Dus de geweldige opkomst op congressen, de geweldige deelnames aan alles wat bijvoorbeeld over de democratie van nu ging, dat geeft aan dat alles wat D66 aanpakt leeft. En daar ben ik ontzettend trots op. Letty, bedankt voor alle energie die je ons hebt gegeven. Groot applaus voor Letty Demmers. Mag ik het geven? Dank je. Sommige functies zijn niet verenigbaar. Je kunt geen lid zijn van de Eerste Kamer, zeker niet fractievoorzitter, maar dat doet er eigenlijk niet toe. En tegelijkertijd ook een van de hoogste ambten van een hoog college van staat, vicepresident daarvan worden, dat is niet verenigbaar. Ik wil toch, omdat hij nu natuurlijk geen afscheid neemt als partijlid, maar wel als actief partijpoliticus, vragen. Tom de Graaf, kom even hier. Tom, in die periode dat jij vanaf 2011 lid was van de Eerste Kamer en fractievoorzitter werd, heb je met ontzettend veel belangrijke onderwerpen bezig gehouden. Binnenlandse zaken, koninkrijksrelaties, Europa, defensie, immigratie, asiel. Spannende dossiers, donorwet aangenomen in de periode dat jij voorzitter was. Wat ik hoor, en dat horen wij al jaren, maar nu ook van Eerste Kamerleden die met jou hebben samengewerkt. Ze hebben zoveel van je geleerd, van je politieke instinct, van je diagnosekracht, van je beschouwingen en van de enorme coachende kracht die je hebt gegeven aan zoveel mensen binnen de partij. We gaan niet alle fractievoorzitters hier op het podium vragen, maar ik wil toch memoreren. In de vorige eeuw, secretaris hoofdbestuur, lid gemeenteraad van Leiden, lid Tweede Kamer, onze fractievoorzitter daar in politiek Leiden, minister geweest, vicepremier, je werd erelid van de partij, je werd daarna burgemeester van Nijmegen, nu verlaat je de actieve politiek. Je hebt dit allemaal gedaan in 1 leven volgens mij. Tom, ik wil je ontzettend bedanken voor alles wat jij voor de partij als politicus hebt gedaan. Blijf verbonden. Ja, in de volksmond word je nu toch een soort van onderkoning. Wie had dat ooit kunnen denken, Tom, dat jij onderkoning zou worden? Ik wil ook jou vragen, wat was het mooist en wat geef je ons mee, Tom? Het mooiste, ik twijfel tussen de nacht van Wiegel, de nacht van Fontijn. Allemaal dat soort momenten. Nee, het mooiste van ruim 40 jaar actief partijgenoot zijn, is de onderlinge saamhorigheid. Het gevoel samen voor idealen te staan, stapje voor stapje die proberen te bereiken. Soms gaat dat minder goed, soms gaat het verrekte goed. Maar dat heb ik altijd het allerbelangrijkste gevonden. En het gevoel dat die partij ook zorgvuldig met elkaar omgaat, samenhorig is, ook in moeilijkere tijden, staan voor onze idealen. En ik hoop dat dat nog decennia lang duurt. Tom, ontzettend bedankt. Je bent onafhankelijk, maar je blijft van ons. Tom de Graaf. Dankjewel, Tom. Ook voor jouw bloemen.